opknappen, zodat we hem kunnen gaan gebruiken vanavond. Chicory. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag 27 mei. Ik ben Janneke van Huisje Wel Tevree. Ik vlog dagelijks met mezelf, de kinderen, gastkinderen, huisdieren. Anyone, die is hier in huis. Ja. Gisteravond natuurlijk flink ziek geweest van dat ijsje. Nou, daar kom ik ook echt niet meer aan. Want dat ding denk ik ze maar weggegooid. Michelle gaf aan dat ze er de vorige keer ook niet helemaal lekker van was geworden. Dus dan mieter ik ze maar weg. Zonde, maar ja. Bella moet uit. Die ga ik even uitlaten. En dan ga ik even een beetje opruimen. En dan heerlijk van deze dag genieten. Want het is echt weer hartstikke mooi weer. Zonnetje schijnt weer. En ik wil mijn kleurplaat verder afmaken. Ja. Het klinkt echt heel gek. Als ik voor mijn gevoel klinkt het echt als een kleuter die zegt, wil kleuren. Ik wil mijn kleurplaat afmaken. Maar mensen, het is eerlijk waar een hele leuke, ja, om te ontspannen. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Diamond paint is natuurlijk ook hartstikke leuk. Alleen het heeft even wat meer werk om het neer te leggen. En die moet er echt recht voor gaan zitten. Dat moet met kleuren ook wel, maar toch net een beetje anders of zo. Ik vind het leuk om die twee af te wisselen. Dus nee, ik ben niet gestopt met diamond painten. Maar kleur is er gewoon lekker bijgekomen. En haken doe ik meestal in de winterperiodes. Ja, ik vind haken in de zomer nooit zo fijn of zo. Ik weet niet waarom. Ik ben een seizoenshobbyer. Laten we daar maar op houden. Ik heb dus al een hele tijd een soort van barbecue hier in de hoek staan. Best wel een... Ja, jullie weten niet eens dat ik hem had, geloof ik. Hij stond daar in de hoek. Hij is nu weg. En nu zijn ze hem aan het opknappen, zodat we hem kunnen gaan gebruiken vanavond. Dus ik ben benieuwd. Inmiddels ziet het er zo uit. Helemaal netjes. Was buiten. Het is nog leeg hier. Wel een heel groot hoofd van het schoonmaken van dat ding. Maar goed, we gaan zien of hij het doet. Ze zijn even een gasfles ophalen en nog wat vrienden. Gaan beleven. Maar ja, het begint wel een beetje dicht te trekken. Dus of het droog blijft, of het zo mooi weer blijft, dat is nog even de vraag. We zullen het zien. Je snapt er een paal van een parasol voor zit, toch? Chicris. Bella. Hey, Bella, kom eens. Kom. Kom naar mij toe. Bella, kom. Ga zitten. Mijn model ben jij. Waar is ze nou? Waar is ze? Oh, daar is ze! Oké, hij staat er helemaal klaar voor. Het gaat echt gebeuren, mensen. Deze barbecue. We hebben een tafel klaarstaan. We hebben de tuin een beetje opgeruimd. Kijk, dus dat was een beetje de zondag. Verder niet zo heel veel gedaan. Alleen maar dit. Niet daar drukken. Nee. Maar dan duurt het zo lang. Dan is het gewoon goed. Je liet mij nog een brood snijden. Ik vind het wel leuk. Nou, veel plezier. Ik word een huisvrouw. Is het misschien dat je iets snijdt of niet? Nee, ik heb ook al een keer komkommer gesneden. Ja, komkommer is wat anders. Dan moet je wel. Komkommer. Hij was leuk. Dat was een open ook gewoon. Bijna over je hele gezicht gevallen. Yes, bitch. Sfeerbeelden. Neem ze op je knie. Die is er. Oh, kijk, mijn blauwe plek. Oh, mag mijn muziek, hoor.
Nee. Geen heavy metal. Mag er algemene muziek op? Ja, dat, maar jij vindt ook Avenged Sevenfold leuk. Ja, nee. Klopt. Michelle. En dat ook. Meerdere mensen vinden het leuk. Ja, wacht, stop. Opnieuw filmen. Oké. Dan straks de camera open vindt. Deze is echt niet goed ervoor. Nee, moet je eventjes een glas bij pakken nu. Hij is ook gebogen. Ja. Dat is mijn schoffel, hè? Ja, daar komt het door. Daardoor doet hij het niet goed. Ja. Helemaal verbrand. Oh, oh. Gaat hij al. Die is perfect. En het is weer avond. Oh jeetje. Ik lijk wel een... Zo in de camera te zien heb ik een beetje rode schouders. Maar ja. En een rode snoet. Maar volgens mij valt het wel mee in het echt. Volgens mij is het in de camera erger dan dat het in het echt is. Ik ga zo onder de douche en dan zal ik het beter zien. Ik ben veel in de tuin bezig geweest met Marlijn samen, een beetje de tuin opgeruimd. Hij heeft die barbecue helemaal netjes gemaakt, samen met Lars. Dus we hadden gewoon ineens een gasbarbecue grote, die het gewoon goed deed. Ik durfde hem zelf nooit aan te steken. Ik ben echt geen held met gasflessen en dat soort dingen. Dus het was echt een hele geslaagde barbecue. Het was echt heel erg lekker. Ik merk dat ik de laatste dagen een beetje... moeite heb met vloggen. Ik weet niet waarom. Ik heb echt het idee van een beetje veel in herhaling val, dat er een beetje veel hetzelfde is, dat er niet zoveel spannends gebeurt in mijn leven. En dan denk ik, ja, boeit dat? Is het de moeite waard van het delen? Dus eigenlijk neem ik al de beslissing voor jullie dat ik het niet ga filmen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want als je het niet wil zien, dan zet je het gewoon door of je kijkt gewoon geen vlog van mij. Maar aan de andere kant wil ik ook vlogs maken waar ik zelf ook graag terug naar kijk. En ik merk gewoon dat ik daar de laatste tijd een klein beetje moeite mee heb of zo. Ik weet niet waarom. Net of er iets aan het veranderen is in mijn leven. Ik kan het even niet zo goed plaatsen waarvoor. Laat ik dat even zeggen. En natuurlijk ga ik gewoon door om mijn vloggen daar niet van. Maar dat is de reden dat er een klein beetje ja, wat kortere vlogs zijn. Dat er minder verhaalstructuur in de vlog zit. Ik weet even niet zo goed wat ik wel en wat ik niet moet filmen. Normaal ging het, ja, op andere dagen gaat het gewoon een beetje vanzelf. En nu moet ik echt erover nadenken van ga ik dit filmen ja of nee. Wat leidt dit toe aan de dag? Wat voegt dit toe aan de dag? Oh, bel eens water eens op. Even vullen zo. Maar goed, dat is dus de reden dat de vlogs een beetje, ja, misschien wel een beetje anders zijn dan anders. Er is dus een beetje een shifting aan plaatsvinden, denk ik. Ja. Want er zijn zoveel meer dingen die ik met jullie wil delen. En waarvan ik denk, van ja, is het wel interessant? Maar misschien moet ik maar gewoon gaan delen waar ik mee bezig ben. Ja, laat ik dat maar gewoon gaan doen vanaf morgen. Maar anyways, ik dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks. En kijk je dit in de ochtend, dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!